Strijkgenoten, welkom bij Altena Draai Door. Dit is het vervolg op de Vogelkijkhut op het droomland van Mewis Millenaar in Dussen. Ik praat in deze zevendelige serie met kunstenaar en wereldfietser Rinus Verhoeven, de bioboeren Christian van Winde en Saskia Kemmeren van de Bloemplanthoeve, Herman en Mieke van den Heuvel van de kaasboerderij Ginderen, Arjens van Gammeren van Quasar Holland Giessen, Ewout van Wijk Giessen, wethouder Sjaasjai Karim van de gemeente Altena en Kees van Wendel de Joden en Marco van Driel van TMS Werkendam. Te gast nu zijn Christian van Winde en zijn zus Saskia Kemmeren van de Bloemplaathoeve. De Alm kent, iedereen kent die hoeve. Een blinkende hoeve in het polderland van Altena. Welkom, jongelui. Hey. Dankjewel. Jullie zijn biologische boeren geworden sinds kort. Een interessant verhaal, vermoed ik. Maar ik wil toch even teruggaan. Jullie komen niet uit Altena, maar... Christian, vertel even, waar ben je geboren? Ik ben geboren in Pijnaker. Mijn zus ook. En ja. En onze ouders, ons pap die is in Delfgauw geboren. Boeren ook, boerenfamilie. Ook boerenfamilie. Sinds 1860. Sinds 1860. Oud slacht. Ja. Ja. Altijd veeboeren of ook een combinatie van? Nee, altijd veeboer. Met een beetje kaas. Kaas en ze hebben in Delfgauw hebben ze ook nog wel wat akkerbouw gedaan ook. Ja. En daar hebben we geboerd tot 2002. En toen, wat gebeurde er toen? Ja, stedelijke ontwikkeling en natuurontwikkeling en noem alles maar op wat in de Randstad kan gebeuren. Ja. En toen was er geen plek meer voor ons. En toen zijn wij vertrokken richting Werkendam. Ja, Biesbos. Biesbos. Maar moet je dat zelf, je krijgt een zak met geld mee dan op een gegeven moment. En moet je dat zelf uitzoeken waar je terecht kan of zo? Of doet de Rijkswaterstaat dat voor je? Of nou, het ministerie? Het verplaatsen vanuit Pijnaker Delfgauw naar Werkendam, dat is geheel zelf gegaan. Ja? Er waren gewoon geen mogelijkheden meer daar zo. Nee, maar de enige mogelijkheid was de Biesbos. Nou, gewoon vertrekken. Moment. Vertrekken überhaupt. Dus, ja. En toen zijn we gaan heel Nederland gaan afcrossen om te kijken waar we terecht wilden komen. Wou je zelf speuren dan? Ja, zelf speuren. En toen kwam je in de Biesbos terecht? En toen kwamen we uiteindelijk in de Biesbos terecht. Dan was de boerder uit te koop. Ja, we hadden een advertentie geplaatst dat we eigenlijk wat zochten en daar heeft destijds de eigenaar op gereageerd. Oh. Ja. Vlak bij stenen muren, zei je net. Ja, op de Bloemplaat. Dat was toen de... Ach. Op de Bloemplaat. Ah, en daar komt de Bloemplaathoeve vandaan. Ja, de eerbetoon aan de Beatles. Ja. Hoe is dat bij de grote boerderij? Hoeveel moet ik dat vertellen? Even Saskia. Het was een akkerbouwbedrijf, dus geen veehouderijbedrijf. Ja. En daar zat, wat was het, 75 hectare land bij. Ja. En wij hebben daar een veestal neergezet op het bestaande akkerbouwbedrijf. En daar zijn wij gaan boeren. Ja. Dus we hebben naast melkvee hebben we ook nog wat akkerbouw gehad daar zo. Combinatie van? Combinatie van. Want jullie konden die koeien niet loslaten natuurlijk. Nee. Zitten jullie genen. Ja. De koe. Wat voor soort koe heb je eigenlijk in Almkerk lopen? Type koe is? Ja, het is een dubbeldoelkoe. Het is een hele zeldzame koe. Dat, hoe heet die koe? Het is de Fries-Hollandse koe. Oké. Okay. En die is heel zeldzaam. Die staat op de lijst met beschermde diersoorten in Nederland. Serieus? Ja. Zijn er ongeveer 2700 van in Nederland. Maar waarom nemen jullie niet een normale koe dan? Ja, deze koe hadden we al. Jullie houden van dit soort koe. Wij houden van koeien. Dit soort koeien. Wij vinden ze gewoon mooi. Ja? Wij vinden ze echt gewoon veel mooier als de andere doorsnee zwartbonte koe. Het is een zwartbont. Het is een zwartbont. Hij is wel zwartbont. Ja, oké. Okay. Okay. Ja. Maar... Nog even terug naar de Biesbos staan, de Bloemplaathoeve. Hoe is dat op een gegeven moment toen ruimte over de rivier? Jullie hebben daar met plezier gewoond, neem ik al, of niet? Heel veel plezier. Ja, hè? Ja, het was eigenlijk, we hadden toen destijds gezegd van nou, als we hier weg moeten, dan worden we denk ik emigreren. Ja? Want nergens anders vind je meer zo'n mooi bedrijf als we daar hadden. Vlak bij Stenen Muur. Ja. Daar boerden jullie. Maar op een gegeven moment kwam Rijkswaterstaat langs, ja, ruimte over de rivier, doorstroomgebied, bla 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 bla, en toen. Ja, en toen? Ja, dan wordt het lastig, hè? Want als je ooit al een keer gezegd hebt van, nou ja, als het hier niet meer lukt, dan moeten we misschien wel emigreren. Ja.
ja, inmiddels hadden we allebei een partner gevonden. En ja, die kwam hier uit Altena vandaan. En ja, die wilde eigenlijk ook niet zomaar emigreren. En toch, we hadden ons hart toch ook wel een beetje verloren aan het land van Neusden en Altena. Ja? Ja, dus eigenlijk wilden we ook... Van die partner of van het land van Neusden en Altena? Allebei, uiteraard. Maar dat je op een gegeven moment zegt van ja, wij willen toch het land van Neusden en Altena niet uit. Wij willen in Altena blijven. En, ja, vind ik goed schreven. Ja, nou ja, en dan ga je zoeken. En nou ja, uiteindelijk hebben we gevonden aan een Duilweg. Ja. En een prachtig mooie locatie om nieuw te bouwen. Ja, jullie wilden niet, je had een mooie zin hier. Ja, we hadden het naar Rossing. Ja. Erkendam, leuke stad. Ja, een hele leuke stad. Leuke mensen. Ondernemende mensen, dat ja, wel. Ja, dat wel, zeker. Ondernemende mensen. Zeker. En die boeren in de Biesbos, die, ja, nou ja. Ja, die zwierven een beetje alle kanten op. Ja. Hè? Een aantal zijn er gebleven. Ja. En ja, de rest, dat zwierven een beetje alle kanten op. Hè? Er zijn er nog één, is er ook in, binnen Altena verplaatst. En ja, de rest is naar West-Brabant. Ja, een stuk of 15 vertrokken toch? Hè? Ja, Flevopolder, Noordoostpolder. Alle kanten zijn ze heen gegaan. Ja. Ja, ja. Dus ja. Nou ja, wij zijn samen met nog eentje uit de Biesbos in Altena gebleven. Ja. Hoe kom je nou tot Den Duil, noemen ze dat toch? Ja, in Den Duil. In Den Duil. Hoe kom je nou in Den Duil terecht dan? Er stond al een boerderij in de stille verkoop. En, Dus dat hadden wij gehoord en daar zijn we op afgestapt. En toen? Ja. Ja, gewoon... Gekocht? Eerst met elkaar om tafel gezeten. Ja, met elkaar om tafel gezeten, hè, en de boerderij die te koop stond, die was te klein. Ja. De buurman, de stoute schoenen aangetrokken en bij de buurman op de koffie gegaan en aangevraagd. En ja, die zag het wel zitten om daar eventueel in mee te gaan. Of dus ook te stoppen? Om ook te stoppen. Stoppers dus? Twee stoppers. Twee stoppers. En, geen prijsopvolgers? Nee, ja. En op die manier hadden we dus voldoende ruimte om daar wat nieuws neer te zetten. En toen met de gemeente in overleg om te kijken van wat er mogelijk was om van die twee locaties één locatie te maken. En hoe is dat afgelopen met de gemeente? Dan denk ik altijd van, nou, dat zijn paperassen, procedures en gedoe. Maar is dat goed gegaan, snel gegaan, vlot gegaan? Of zeg je van, nou... Rijkswaterstaat die had een stok achter de deur, dus het moest snel. We moesten weg. Ja. Het moest heel snel, ja. Echt met stoom en kokend water is alles door de procedures heen gegaan. Ja. De procedures zijn netjes opgevolgd, maar er waren wel mensen binnen de hele organisatie bij betrokken om te zorgen dat als de ene termijn voorbij was, dat gelijk de andere termijn. Niet dat er ergens een paar dagen bleef liggen, dat moest gewoon door, want uiteindelijk zijn wij november in 2014 in de Biesbos vertrokken. En nog voor de kerst zijn ze begonnen met de sloop van de gebouwen waar wij in zaten. Ja. Ja. En dus zo krap was het, want de aannemer die stond eigenlijk al te wachten van wanneer gaan ze nou weg, wanneer gaan ze nou weg, want dan kunnen we verder. He, dus dat was zeg maar wel het spanningsveld, want ja, heel die ontpoldering Noordwaard, dat liep op zijn eindje. Ja. Ja. En toen, maar de aankoop van twee boerderijen in een Den Duil, ja. Liep dat ook van een leien dakje? Ja, dat is met iedere aankoop, hè. Je moet op elkaar komen en ja, nou ja, de een wil wat en de ander wil wat en als je daar met elkaar uit kan komen, dan... Ja. Dan kom je tot iets. En hoeveel hectare had je daar? Of heb je daar, beter gezegd? Nou, dat was bij elkaar weer een... Ja, volgens mij een krappe 75 hectare ook weer. Vergelijkbaar weer met vergelijkbaar. Wat we hadden. Alleen de grond is totaal anders. Ja? Ja. Niet zo goed? Nou ja, geen akkerbouwwaardige grond. Echt. Dat hebben jullie al getest gelijk. Ja. Zo van, er zijn een paar percelen bij waar het wel kan hoor, maar lang niet allemaal. Nee. Maar dat is prima, we zijn veeboer. Ja, oké. Okay. Dus koeien die hebben geen akkerbouwgrond nodig. Nee. Goh, en dan moet je een plan maken natuurlijk niet, of als je daar naartoe gaat of zo. Heb jij dat gedaan, je vader, moeder? Nee, dat hebben we samen met z'n allen eigenlijk ook wel gedaan. Ja. Ons pap die heeft ons altijd...
enorm gesteund daarin ook, maar ook wel zijn mening gegeven. Maar, het was meer een overwegende mening. Ja, van Jol denkt er nog eens goed over na. Weet je zeker dat dit het is? Maar hij vond een goed plan om naar de Delta te gaan. Ja, ja, zeker. Om in Altena te blijven. Ja, ja. Ja, daar heeft hij ook verschrikkelijk van genoten de laatste jaren nog. En dat is wel verschrikkelijk mooi. En, ja. Maar we hebben het uiteindelijk wel met z'n allen gedaan. En met z'n allen de beslissing genomen om daarheen te gaan. En met z'n allen gekeken van hoe ga je je bedrijf weer opzetten. Als je daar komt. Nieuwbouw. Nieuwbouw. Ja, het is allemaal nieuwbouw, toch? Het is allemaal nieuwbouw. Ja. Ja. Grote stallen, mooie stallen. Ja. Ja. Echt, voor 8 jaar geleden en ook echt op de toekomst gebouwd. Van die kant gaat het op in de melkveehouderij en zo zou het moeten. Oh ja? Ja. En jij bent een vooruitziende boer. Jij denkt erover na over de toekomst. Wat is volgens jou de toekomst dan? Ja, je hebt toen al besloten om zonnepanelen op het dak te gooien, bijzonders ras koeien aan te schaffen. Nou ja, die koeien hebben we al zolang wij weten dat wij en ons pap boer is, hebben we dit ras koeien. En dat is altijd al dat we dat mee in stand houden. Maar het is ook een ras koeien wat bij ons past. Maar, en die zonnepanelen, ja, dat komt op je pad en ja, je ziet daar mogelijkheden in. En dat zijn misschien ook wel de eerste stapjes geweest waarvan we zeggen van, goh, dat past bij een duurzame boer, bij circulair, bij het klimaat en alles wat er omheen hangt. Maar wie dacht er in 2014 nou wel circulair nog? Behalve Carola Schouten misschien, die riep het af en toe eens een keer. Maar goed, jij dacht er al over blijkbaar, of jij? Nee, meer samen wel. Maar het is uiteindelijk alles bij elkaar. Wij kwamen daarachter in de Biesbos, moesten wij heel veel geven aan het land om wat terug te kunnen krijgen. Wat is geven aan het land? Nou, meststoffen. Ja. Dus kunstmest en drijfmest en dat soort dingen allemaal. En toen kwamen we in een dal en dat kon ineens met veel minder. Ja. Dus dan ga je al nadenken van ja, we moeten hier op een andere manier met het land omgaan. En dus ook met hoe we onze bedrijfsvoering doen. Ja. En dan ga je dus verder nadenken van joh, als we het nou binnen ons bedrijf kunnen houden, dan hebben we minder kosten. Misschien. Noemen ze kringlooplandbouw. Nou ja, dat is uiteindelijk de richting die je dan op gaat. En dan ga je vanzelf dingen uitzoeken en doen. En dan probeer je eens een keer wat met wat vlinderbloemigen, met klavers en luzerne. Maar ook met kruidenrijk grasland ga je dingen verzinnen. Jij was de eerste in Altena met kruidenrijk grasland. Nou ja, dat weet ik niet. Maar bijna wel. Dat zou zomaar kunnen. En ja, dan kom je ook proefondervindelijk tot dingen van, god, maar als ik op kruidenrijk grasland of op een perceel met grasklaver luzerne, als ik daar wat kunstmest strooi, dan gaan die kruiden of die grasklavers, die klavers gaan weg. En die wil je houden, dus nou ja, dan ga je daar geen kunstmest strooien. En zo zie je gewoon dat je geleidelijk aan, oh, daar moet ik het anders doen en daar moet ik het anders doen. En maar het beviel wel wat we deden. Dus dan gaat er toch nog een stukje inzaaien en nog weer een ander stukje inzaaien. En zo geleidelijk aan kom je steeds verder. Ja, maar stond dat al in de vakliteratuur of zo? Er is heel veel over bekend. Maar de stap tot. Je moet het wel doen. Als je niet springt, kom je niet aan de overkant. Nee. En als je halverwege bent, dan moet je niet teruggaan, want dan heb je een nat pak. Ja. He, dus je moet wel, als je springt, dan moet je ook gewoon echt goed proberen. En ook wel een paar jaar aankijken of dat ook echt de goede weg is geweest. Ja. En dan zie je gewoon dat in al die geleidelijkheid van die afgelopen 8 jaar dat we nou in een deil zitten, zie je dat we heel langzaam van gangbare landbouw naar kringlooplandbouw naar biologisch. Langzaam. Heel langzaam daar naartoe gegroeid zijn. Maar hadden jullie in 2014 niet zoiets van, wij willen biologisch boer worden, want? Nee. Toen absoluut nog niet. Nog niet. Nee. Echt niet. Toen dachten wij allemaal. Dat is gegroeid eigenlijk, hè? Dat is heel langzaam aan gegroeid. Ik dacht van, ja, kan beter. Nou, wij hebben heel lang gekeken van, wat zijn nou de voordelen van gangbaar, wat zijn de voordelen van biologisch? En als je die voordelen van allebei kan combineren, dan haal je synergievoordeel en dan gaat het wat makkelijker om wat te verdienen. Ja. Totdat je op een gegeven moment zover komt van ja, maar wat zijn nog de voordelen van gangbaar?
En wat zijn dan nog weer extra de voordelen van biologisch? En nou ja, toen wij definitief in omschakeling gingen, was dus het grote voordeel van biologisch, was dat daar een hogere productprijs voor melk en voor vlees achter zat. Is dat nog zo? Dat is nou wel wat krapper. Ja. Behoorlijk krapper, want gangbaar is enorm gestegen in prijs. Biologisch is wel wat duurder geworden, maar die zitten nou heel dicht qua prijs bij elkaar. Ja. Biologisch is wel weer minder van fluctuatie afhankelijk van de markt. Dus die stijgt langzamer en die daalt ook langzamer. Dus we gaan zien hoe dat de komende tijd zich zal ontwikkelen. Maar we zijn er wel voor gegaan en dat, dat maar, houden we dus zo. Ik stel me zo voor, jullie zitten op een gegeven moment aan tafel, hè? Je vader leefde nog toen, en die zat er ook bij en toen zei hij van ja, of ja, ik overweeg maar de biologische kant op te gaan. En toen zei hij, ja, maar dat doen we mooi niet. Bijvoorbeeld zoiets? Of waren jullie het snel samen eens? Ons pap zei niet van, dat moet je niet doen. Nee? Maar hij zei wel van... Goeie vader. Je gaat wel weer naar 40 jaar geleden. Toen ons pap boer werd, 40 jaar, 45 jaar geleden. Ja, toen gebruikten ze op de ouderlijke boerderij geen kunstmest. Toen gebruikten ze geen gewasbeschermingsmiddelen. Het was de laatste boer in de buurt die... Het waren de laatste boeren in de buurt die... het paard en wagen uit in de band deden. Dus een trekker aanschaften. Het waren ook de laatste boeren die bij hun thuis in de buurt... die overschakelden van handmelken naar machinaal melken. De moderniteit... En daar heb ons pap ook altijd... Wel voor ogen gehad, hè? Van handmelken, machinaal melken. En toen in de Biesbos in een lichtboksenstal met een draaimelkstal. En ook weer in een deel met melkrobots. Hè? Die vooruitgang zag hij wel heel erg. Dus ja, hij had wel zoiets van, ja, pas op dat je niet straks weer met de hand die koeien gaat zitten melken. Nee, dat... dat een beetje. Maar om nou te zeggen, nee, dat moeten jullie niet doen, dat zei hij niet. Maar nee. Hij zei wel van, kijk uit, dat had niet weer de 40 jaar geleden gehad. Nee. Dus nee. Dat. Ja. Maar verder is, vond hij het ook wel weer een hele mooie uitdaging. Ja? Ja. Zeker. Ja, want biologisch, ik moet even, denk ik even van, wat is nou het verschil tussen biologisch en gangbaar? Wat veevoer betreft, zorg je voor je eigen veevoer of niet? Wij zorgen zoveel mogelijk voor ons eigen veevoer en het veevoer moet ook wel lokaal geproduceerd of worden. Lokaal. Dus, of lokaal. En wat is lokaal? Dat is nog best wel ruim. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld niet Noord-Amerika of Brazilië of Argentinië. Dat had geen veevoer in de Amazon. Daar ben je pertinent op tegen, denk ik, of niet? Ja, ondanks dat ook daar biologisch veevoer geteeld wordt. Oh ja? Maar... Dat is wel een van de dingen die zeggen van, nou, dat is liever niet. Nee. Maar biologisch wil in ieder geval zeggen van wat minder vee per hectare, dus iets minder mest per hectare. En, hoe groot is je bedrijf nu? Hoeveel hectare met hoeveel koeien? We hebben ongeveer een 135 hectare grond. Nou, dan ben je aardig geboerd. Nou ja, het is ook niet allemaal eigendom, er zit wat pacht bij, maar okay. Melk ongeveer 170, 180 koeien. Nou, behoorlijk. Ja. De grootte van Altena. Oh, dat geloof ik niet, maar... Ja. Maar het moet wel allemaal een beetje op elkaar aansluiten. En wij hebben iets te veel koeien voor het land wat we zelf hebben. Dus een gedeelte van de mest proberen we ook af te zetten bij een akkerbouwer. En die dan weer granen teelt die wij weer aan onze koeien kunnen voeren. Om toch de kringloop weer zoveel mogelijk te sluiten. En dat is wat je probeert. En nou ja, sowieso geen gebruik van kunstmest. Pesticiden. Geen gewasbeschermingsmiddelen. Nee, komt er niet meer op bij jullie? Nee. Nee ja, dat zijn eisen van biologisch. Dat mag niet. En minder antibiotica gebruik. Dus, niet... dus de dierarts spuit minder dan vroeger? Die kwam al heel weinig bij ons. maar die komt nou sterke nog... groeien natuurlijk. Ja. Nou ja, dat ook. Maar, dat is wel de keuze ook die we daar door hebben om te houden. Dat scheelt ook weer in kosten. Ja. Ja. Goh, maar goed. En je mag nog steeds wel gewoon
toch medicijnen gebruiken voor de koeien. Ja. Want je moet een dier niet laten lijden natuurlijk. Maar... Als die ziek is, als ze ziek zijn, dan gaan we zelf ook naar de dokter toe. Ja. Het is dan wel gewoon dat je toch eerst 3 keer even kijkt voordat je wat doet. Ja, je kan, ja, en dan moet je het langer uithouden. Dus die melk die wordt eigenlijk 2 keer zo lang uitgehouden. Heb je nou alleen grasland? Of heb je nog akkerland ook nog? Nee, we hebben overwegend grasland en we hebben nog een klein beetje akkerbouw af en toe tussendoor. Hoekje daar. Hoekje mais voor veevoer of zo? Nee, geen mais. Ook niet? Nee, mais dat is... Dat voeren wij niet. Nee, dat vinden wij geen voer voor koeien. Oh, wat vind je dan wel voer voor koeien? Nou ja, gras. Kruidenrijk grasland? Kruidenrijk grasland, maar ook als je het dan over granen hebt, geen tarwe, maar wel gerst. Geen mais, maar wel bijvoorbeeld haver. Hallo. Die koeien worden verwend door jullie. Ja. Zo fluit het in de wei. Nou ja, maar dat is. En ook in het andere veevoer. Liever wat lijnzaad erin als wat soja erin. Maar dat zijn allemaal net van die dingen. Dat wel moet bijdragen aan een gezondere en sterkere koe. Ja, maar jullie stellen de veevoer zelf samen aan, denk ik dan. Zo, normaal gesproken koop je een heel pakket van de huisveevoer of zo, weet je wel, een grote vrachtwagen. Die komt dat brengen, hè? Maar jij stelt het gewoon zelf op de boerderij samen. En dat voer je aan jullie koeien. Nou ja, je bent zelf een soort bakker. Nou ja, je doet het wel samen met iemand. En een gedeelte van het voer, dat wordt ook wel in een fabriek gemaakt. Maar ja, die samenstelling, dat doe je wel samen. Afstemmen met elkaar. Wat wil je er wel in, wat wil je er niet in en hoe doe je dat? Of is dat biologisch voorgeschreven? Nee, dat is niet. Maar nee, de producten moeten wel biologisch geteeld zijn. Ja. Ja. Die moeten wel weer biologisch geteeld zijn die daarin zitten. En dat doet Straver. Onder andere. Grotendeels of deels? Deels, ja. Dit is ook een biologische teler. Kun je goed mee, Saskia? Kun je goed met Christian opschieten? Ja hoor, dat gaat goed hoor. Jullie lachen samen, wat is nou zijn sterke punt? Vertel nou eens even. Dat was zijn sterke punt. Dat is... hele gekke dingen vragen. Hij heeft veel sterke punten. Ja hoor, nee, het is gewoon, hij is sowieso sociaal. Hij klets met iedereen, hij praat ook makkelijker als ik hoor. Maar hij is ook gewoon een harde werker. Ja, en ondernemend, heel ondernemend. Ja? Ja, als ik twijfel, dan zegt hij gewoon, doen joh. Ja? Ja. En wat vind je, hoe denk je over Saskia? Ja, weet jullie wonen samen toch op de erf daar? Ja, nee, maar het is gewoon hartstikke leuke goed. Leuke zus. Hartstikke leuke zus, maar ook gewoon hartstikke goed om samen ergens over te kunnen sparren. En ook dat ik nog eens een keer in de spiegel voorgehouden word van, ja, gaat dit nou wel, hè? Moeten we dit nou wel doen? Hè? Dus eigenlijk wat Saskia van... Gruwelijk ondernemend, maar je moet ook wel eens eventjes kijken dat je natuurlijk niet alleen maar aan het uitproberen bent. Nee. Want, ja, ik probeer graag heel veel dingen uit en ja, dat is net wat ik zeg. Als je niet springt, dan kom je niet aan de overkant. Maar ja, je moet natuurlijk niet blijven springen. Nee. Dan word je net zo'n springpad. Maar jullie zijn sinds wanneer biologische boer officieel? Afgelopen 1 april. 1 april, oké. Okay. Ja. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer. De boeren moeten toch. We hebben het altijd over. Boeren moeten gewoon een goed inkomen hebben om te kunnen blijven boeren. En dan denk ik van die supermarkten mogen best eens wat meer gaan betalen. Enzovoort, enzovoort. Maar dat gaat toch om. Jullie moeten toch een goed inkomen hebben. Jullie moeten toch leven. Nou ja, dat is ook. En sinds dat wij biologisch melk kunnen leveren. Zijn we ook aan een andere zuivelcoöperatie melk gaan leveren. Ja. Ja, dat is ook een geweldige coöperatie. Die Friesland Campina, die betaalde niet genoeg. Die betaalde misschien ook wel genoeg, maar... ik roep even wat hoor. Nee, maar... Deze zijn echt puur op het biologisch ingericht. Oké. Okay. En Eco-Holland, melk op maat, die vermarkt... ik denk bijna misschien wel 70% of 80% van de biologische melk... die in Nederland geproduceerd wordt, die verhandelt Eco-Holland. En... alle melk vanuit de coöperatie beleven bijvoorbeeld alle Nederlandse supermarkten voor huismelk biologische melk. Oh. Dus alle huismelk, biologische melk in de Nederlandse supermarkten komt bij ons en onze collega's vandaan. Ja, ja en, dat, en ja, dat is gewoon wel heel leuk. En dan zie je ook dat, dat daar ze ook goede afspraken over gemaakt worden. Dat er ook wel een goede melkprijs uit naar voren komt. Ja. En
ja, misschien dat hij nog wel iets beter mag, maar we zijn wel heel erg op de goede weg. Ja. En dat is gewoon geweldig. En als je dan ook ziet dat... Maar dat betekent ook dat mensen dus biologische melk willen kopen, toch? Want jij kan wel mooie melk maken, maar als de mensen denken van ja, verrek, dat is veel te duur. Dan moet je bij ons aan de tap halen. Moet je allemaal een kerk aan de tap? Ja hoor. Dan is je iets goedkoper en is super. dat is wel. Maar als je nu twijfelt in de winkel tussen gangbaar of biologisch. Het melkprijsverschil is zo klein dat er nog niet eens echt een enorme meerprijs hoeft te betalen voor biologisch product. Nee. Omdat het gangbare zoveel duurder is geworden en het biologische ook wel duurder is geworden, maar relatief gewoon veel minder. Dus als consument, altijd biologisch. Altijd biologisch kiezen. En nou ja, dat is net wat zelf zegt. Of bij ons in de tap. Gewoon bij ons in de tap. Lekker rauwe melk, kan je hem zelf tappen. Puur natuur. Ja. Vla of yoghurt. Verkopen aan huis, maar dat gaat toch goed in. Altijd zie je dat ook steeds meer. Hè? Bijvoorbeeld bij Straver of zo, die heeft zo'n winkeltje. Nou, daar loopt het ook storm volgens mij. Is dat bij jullie ook zo daar? Wij hebben ook zo'n zelfbedieningswinkeltje. Ja. En daar hebben we verse melk. En we hebben ook yoghurt, vla en chocolademelk, karnemelk, boter, eieren. En wie maakt dat allemaal? Wat doen jullie dat? Ja, dat maken wij zelf op de boerderij. Hallo, doe jij dat? Ja, samen. Samen? Oh. Nou, wij doen, samen. We doen alles samen. Hè? Dat maak je allemaal yoghurt en vlaan en van alles en nog wat. Vruchtenyoghurt. Dat is gewoon ook heel leuk om te doen. Ja? Ja, je eigen product, zeg maar, meerwaarde geven. Heb je een keuken in de regio? We hebben een zuivelruimte ingericht. Zuivelruimte? Ja, echt een speciale zuivelkeuken. Ja. En daar maken we alles. Ja, dat is gewoon ook geweldig. En als je ook de enthousiaste reacties van de klanten ziet die bij ons in de automaten, bij de automaten komen halen. Ja, dat is gewoon geweldig. Ja? Ja. En die doen het ook vaak omdat ze het graag bij de boer willen kopen en omdat het lekker is. En, we moeten de boeren steunen, roep ik tegen iedereen mee. Ja. Goed, in de uitzending ook natuurlijk. Nou ja, en sinds anderhalve maand hebben we een mobiel kippenhok. Waar we ook wat kippen zijn gaan houden. Een kippencaravan. Een kippencaravan. Ja? Die rijdt over het land. Ja. Die gaat straks over het land heen als de vogelgriep weer een beetje gesust is. Ja. En dan kunnen de kippies tussen de koeien vrij rondlopen. Ja. Oh, mooi. En dan. We hebben ook onze eigen biologische eitjes. Ja. Ja. Ik vroeg me even af, want ik was bij een bijeenkomst van de ChristenUnie Altena. In de kerk van Werthuizen en er werd verteld dat 200 boeren in Altena zijn, wist ik niet hoor, en 75 melkveehouders. Wat voor advies kun je nou geven? En er was Josien Bol ook, die ken je waarschijnlijk wel, uit Alburg, die zei, dat gaat goed in Altena met de landbouw. Nou, welk advies kun je nou geven hier aan die boeren die een beetje dubben zo van, ja, wat moet ik nou doen, een nieuwe stal aanschaffen of bla bla bla, weet ik wel. Heb je last van stikstof trouwens, stikstofprobleem? Ja, vast misschien wel ergens, maar daar heb ik me eigenlijk niet in verdiept. Nee? Nee. Is ook weer, wil je veel plezier hebben in wat je doet, dan moet je wel, naar ons mening, je hart blijven volgen. Ja. En doen waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En niet iets gaan doen omdat het moet. Nee, maar het is niet zo dat de minister dadelijk zegt, je moet je veestapel halveren of zo. Ja, dat zou kunnen. Maar tot die tijd dan hebben wij met plezier geboerd. Ja. Oké. Okay. En wat kan ik daar tegenin brengen? Ja, maar dan kom je ook weer op eenzelfde punt. Wat konden wij er tegenin brengen dat de Noordwaard niet zou ontpolderen? Wat konden we er tegenin brengen dat we daar zo niet weg wilden? Ja. Ja, ook niks. Nee. Uiteindelijk moet het dan, maar om je daar op voorhand al woest over te maken, chagrijnig over te zijn en tegen te blijven verzetten. Ja, daar word je enkel zelf maar depressief van. En dan heb je minder plezier in je leven. En dan. Hoe blijer je bent en hoe positiever je. Ja, dat is gewoon veel leuker. Die koeien worden gewoon blijven, jullie. Ja. Denk ik wel. Ja. Maar geef nog eens even een advies aan al die boeren die twijfelen in Altena. Welke kant moet hem uit? Jij bent een vakman.
Of jullie zijn vakman. Maar ik zou denken, we moeten alle twee even noemen natuurlijk. Ja, nee, maar... Ja, doe waar je goed in bent. Ja. En haal plezier uit het werk. En geniet er ook van. Want dat is eigenlijk het enige waar ik zeg, van, daar kun je mee. Want als je er niet meer van geniet... Ja. Ja, wat moet je dan... Waarom doe je het dan? Maar jij geeft niet het advies om biologische boer te worden. Als dat als bij je legt staat, en als je daar gelukkig van wordt, ja, dan moet je dat doen. Maar om biologische boer te worden alleen omdat je meer gaat verdienen, ja, zo werkt het niet. Nee. Tenminste, niet in mijn optiek. Als je de dingen doet die je doet met plezier, dan verdien je meer. Maar als je dingen moet doen omdat je ze moet doen, en of dat nou boer is, of dat nou een vakman is, of whatever, dan ga je echt niet meer verdienen. Want als jij heel de dag chagrijnig op je werk zit, van ik moet dit doen, ik moet dit doen, ik moet dit doen. Dan zegt, zegt een baas op een gegeven moment ook van, nou jij hoeft geen loonsverhoging, want jij zit hier toch een keer mijn hele dag te mokken. Nee, oké. Okay. Dit is het einde van Christian van Winden en Saskia Kemmeren. Biologische boeren te Almkerk, de Bloemplaathoever. Dankjewel voor jullie uitleg. En succes met het bedrijf. Dankjewel. Graag gedaan.